Als er binnen 2 weken geen vrijwilligers worden gevonden voor het beheer van Aan de Wan in Heer, dan is het binnenkort einde oefening voor het gemeenschapshuis. Dat is de boodschap van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg, die de accommodatie sinds kort op verzoek van de gemeente beheert. Door een fix financieel tekort, vooral te wijten aan de daling van barinkomsten in coronatijd, is het niet meer mogelijk een betaalde beheerder aan te stellen. Als we geen enkele oplossing vinden voor eind december, dan is in januari de Wan helemaal dicht. Dan zijn alle bezoekers, gebruikers, dus het kerkkoor, de harmonie, de dansschool, staan dan op straat. Kan Heer zonder gemeenschapshuis? Ik denk het niet, want als je ziet hoeveel verenigingen, ik weet het aantal niet uit mijn hoofd, maar als je ziet dat het zangkoor, de harmonie, de dansschool, de yogaclub, volksdans, ja, het is een hele grote groep van Heerdenaren die hier spelen, zeg maar, en ons gebouw gebruiken. Met zoveel gebruikers moet het toch niet moeilijk zijn om die vrijwilligers te krijgen? Nou, in het begin was dat moeilijk. Als je terugkijkt, maar we zijn een maand of 3 geleden begonnen met de eerste vergaderingen, toen was er een rouwstemming. Toen dachten de vrijwilligers, wat moet ik? Toen dacht de vereniging, komt het nou allemaal op mij neer en we hebben het druk en ik ben voorzitter van dit en ik ben de voorzitter van dat. En moet er weer wat op mijn schouders genomen worden? En dat hebben we gisteren omgebogen. We hebben uitgelegd dat als die vrijwilliger of de vereniging niet alleen moet kijken naar zichzelf, maar ook naar de oom, zeg ik, naar de tante, naar de broer, de zus, de neef, de nicht, dat ze dat netwerk groter zien dan alleen maar ik zit hier met mijn trompet of klarinet. En toen zag je eigenlijk dat de mensen anders zijn gaan denken. Dus we hebben gisteravond een goed gevoel gehad. De vraag is of het aantrekken van voldoende vrijwilligers de juiste oplossing is voor de toekomst. Daar kunnen ook wel problemen ontstaan. Hè. We kunnen zeggen van hoe gaan we toezicht doen? Hoe wordt de inkoop geregeld? Hoe wordt dat? Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar we hebben er wel vertrouwen in. We hebben er vertrouwen in dat het met de vrijwilligers goed gaat. Heer wil ervoor gaan, Heer wil vooruit. Dat willen we zeker. Hartstikke. Ik wil wel nog toch opmerken. Ik las vandaag in de krant, hè, dat de cultuurfabriek 1,2 miljoen binnenkrijgt. Dat er een steunfonds wordt opgericht voor clubs en dergelijke. Maar ik wil de gemeente Maastricht toch zeker vragen om, als ze 1,2 miljoen aan de cultuurfabriek geven, het theater en het vrij te subsidiëren. Dit is ook cultuur, hè? Als ik een harmonie heb, het Sint-Cecilia-koor is nu bezig om straks een kerstuitvoering te geven. De dansgroep beneden is bezig om een kerstvoorbereiding te bereiden. Dan zou ik zeggen, denk eens anders. Denk aan cultuur. En niet in, het is een buurthuis alleen. Dat zou ik nog willen meegeven.